Ja, mensen, wat doe ik hier op Schiphol? Ik ben onderweg naar Milaan, naar Bellator 247. Daar moet Denise moet daar vechten tegen Kate Jackson. Kate Jackson, een goed meisje die tegen Ilim Lai heeft gevochten. 5 rondjes. En Ilim Lai is de huidige titelhouder van Bellator in het gewicht van Denise. Ja, als Denise deze in elkaar slaat, dat zou top zijn. En dan misschien een titelgevechtje. Nee, goed, laten we eerst deze even vechten. Hopelijk houdt zich aan het gameplan van Bob. En dan zit het er al op. Vorige week was ik er even niet, jongens. Sorry, heel veel mensen zullen mij gemist hebben. Ja, ik wil toch even over Covington Woodley, jongens. Godzimijne. Ja, ik vind Covington, het was gewoon een saaie pot. Ja, en in de 5e ronde wint hij dan met een mazzeltje dat Woodley iets aan zijn rib heeft. Beetje vaag. Ja, en daarna gaat hij dan lopen schreeuwen om van waar is mijn belt? Oesman, waar is mijn belt? In mijn herinnering heeft Oesman hem gewoon in zijn mand gestuurd. Dus ik vond het echt... Maar goed, Allah. Ja, afgelopen weekend, Adesanya Costa, wat een snoeppartij. Wat een heerlijke partij om naar te kijken. Ja, ik vind Adesanya echt een mega gozer op de counter. Hij is gewoon levenslink in zijn achteruit. Costa, in de 2e ronde zag je gewoon dat Adesanya hem een keertje goed raakte. Je zag plaap, in één keer een enorme terugslag bij Costa. En toen was hij eigenlijk gewoon een prooi. Adesanya maakte goede low kicks op zijn benen, dat hij in de 1e ronde mijn idee al last van had. Zijn hele been was al paars. Gewoon echt een hele goede pot Adesanya. Echt wat een monstervechter vind ik dat. En ook om de overstap die hij dan gemaakt heeft van het staande gevecht. Want het is gewoon een hele goede staande vechter. En de transitie die hij gemaakt heeft naar MMA, ja, vind ik echt monsterlijk. Adesanya hoort echt bij een van mijn favorieten. Ja, dan hadden we ook nog Blaskowicz Reyes. Niet echt een heel erg geweldige wedstrijd waar ik op het puntje op de bank ging zitten. Een beetje zakelijk, alle twee een beetje zakelijk gevochten door alle twee de mannen. En op zich gewoon een goede overwinning van Blaskowicz. Blaskowicz die daarna dan meteen gaat schreeuwen, ja, Jones, where are you, Jones. Volgens mij gaat die man gewoon naar het zwaargewicht, dus is dat een kansje die hij niet meer krijgt. Maar ja, wat schiet hij ermee op? Hij heeft nu de titel, dus wat zou hij ermee opschieten om dan tegen Jones te vechten? Blijft Blaskowicz de titelhouder in dat... er zitten gewoon heel veel goede gasten gewoon in dat gewicht, dus ja, ik weet niet zeker of Blaskowicz een titelhouder voor jaren gaat blijven. Ja, goed, de tijd zal het leren, dat zullen we zien. Dus in ieder geval, ik gun het de man wel. Ik vond Reyes, om heel eerlijk te zijn, vond ik hem een beetje tegenvallen. Ik vond hem een beetje stroperig vechten. Als je nou net zo tegen Blaskowicz had gevochten als je tegen Jones had gevochten, ja, dan denk ik dat hij veel meer kans had gehad. Ik vond hem ontzettend een twijfelend vechten. Dus om heel eerlijk te zijn, vond ik hem een beetje tegenvallen deze wedstrijd. Ja, dan hebben we aanstaande weekend hebben we Jermaine tegen Penna. Een wedstrijdje waar ik voor even ga zitten. Ik ben een echte Jermaine-fan. En ik gun het Jermaine gewoon huge. Ik vond het ook ontzettend jammer. Ook de laatste partij die Jermaine gevochten heeft tegen Nunes, waar ze verloor. Heel erg jammer. Dus ik hoop dat ze dit... Nee, ik hoop niet. Ik weet zeker dat ze deze wedstrijd gaat wegzetten. Penn heeft een goede lijst, 9-3. Dus het is geen poeplap. Ik denk dat hetzelfde medicijn Jermaine zou moeten gaan vechten als ze tegen Nunes heeft geprobeerd. Afstand houden, lekker opvangen met die jab, ruimte houden. En dan zie ik Jermaine wel winnen. Dan hebben we ook nog Holmes Aldana. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom Holmes Aldana de main event zijn van deze avond. Want mijn wetenschap is dat Jermaine hoger gekwalificeerd is dan Holmes. Wat misschien dan wel het geval is misschien, want Aldana is in de wandelgangen beloofd. Ze heeft 5 van de laatste 6 wedstrijden gewonnen. Is een beetje beloofd dat zij van Holmes wint, dat zij er misschien een titelshot krijgt. Dus misschien dat er een beetje van afhangt, maar ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar ik vind het niet helemaal kloppen. Ja, en Holmes Aldana, wat vind ik daarvan? Ja, het is gewoon, ik vind Holmes altijd wel een leuke vechter om naar te kijken. Het is ook een meisje eigenlijk een beetje, ik wilde niet vergelijken met Adesanya, maar ze kan heel goed staand vechten. Op een mooie hoge trap, goed op de counter. Dus
Ja, ook gewoon weer een wedstrijdje chips, cola. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.